Welkom bij een nieuwe aflevering van Verborgen in de Dorpen. We zijn vandaag bij de Zijp en Hazenpolder. De polder is ongeveer 7000 hectare groot en wordt voornamelijk gebruikt voor de bloembollenteelt. De Zijberpolder is onderverdeeld in 20 kleinere polders. De kleinere polders werden door 21 watermolens drooggemaald. De binnenkruiers die maalden het water naar de grote sloot. In 1997 werden Zijp en Hazenpolder drooggemaakt en werd toen voornamelijk in gebruik genomen voor de landbouw en veeteelt. Na deze drooglegging ontstonden de buurtschappen zoals Oudesluis, Schagenbrug, Sint Maartensbrug en Burgerbrug. In 1824 werd het Noord-Hollandse kanaal gegraven om Amsterdam een directe uitgang naar de Noordzee te geven voor hun zeeschepen. De vlotbruggen moesten het verkeer over het kanaal mogelijk maken. Dit was de laatste aflevering van Verborgen in de Dorpen. Wij hopen dat u heeft genoten. Tot ziens!